Zes artiesten uit Gelderland met allemaal dezelfde droom. Een hit scoren en doorbreken. Wij volgen ze in hun poging de top te bereiken. Ik hoop dat dit jaar natuurlijk echt mijn jaar gaat worden en ja, als het niet lukt, dan gaan we gewoon een andere weg op. Ik bedoel, waar een wil is, is een weg en er zijn zoveel wegen die naar Rome leiden, dus we zullen het zien. Ze wordt ook wel het zingende kaasmeisje genoemd. Anders nog iets? Peggy Mays uit Nijmegen. 8,45. En met zo'n flashy naam kun je er natuurlijk niet omheen. Peggy doet er echt alles aan om door te breken. Ze is pas 23 jaar, maar ze heeft haar blik naar de top gericht. En het duurde nooit zo lang, want het ging telkens meer. Peggy weet al jong precies wat ze wil. Ik wil wel iets, echt iets bereikt hebben in mijn leven. Dat wel, ik wil geen normaal leventje. Ik wil echt de top bereiken. Ze doet mee aan talentenjacht na talentenjacht. George, ben jij ook tevreden? Eigenlijk niet zo, eerlijk gezegd. Maar Peggy is niet kapot te krijgen. Aan haar ouders ligt het ook niet. Zij zijn haar grootste fans. En ze zijn haar managers, haar chauffeurs. Want, zeg nou zelf, zo'n dochter met talent, die trek je toch tussen de kazen vandaan? Omdat ik ben een alleen. Oh, applaus! Ik doe het nu al 9 jaar, dus het is eigenlijk was mijn allereerste bijbaantje. Ik ben nooit weggegaan. Dus, het is iedere dag anders en ja, mensen zijn gewoon heel normaal hier. Als je bijvoorbeeld in de winkel komt, dan doen mensen toch heel anders. Mensen doen zich af en toe wel eens voor zoals ze niet zijn. Hier is gewoon iedereen zichzelf en het maakt allemaal niet uit of je nou miljonair bent of dat je nou op je straat arm bent. Je bent allemaal gelijk. En, ja, behalve het zingen dan, zou ik niet anders willen. Ik heb hier echt heel veel geleerd. Ik doe heel veel mensenkennis op hier. En, het heeft me toch ook wel geholpen. Ook, gewoon, ja, vroeger was ik heel verlegen. En, ik durfde gewoon bijna niet met niemand te praten of zo. En, vroeger was het ook echt, toen ik echt net begon hier op de markt, was het echt zo van ik help de klanten. Maar ja, je praat eigenlijk bijna met niemand hier. Toch, Tantumien? Heel erg verlegen. Ja. Op een beschermde omgeving altijd, hè. Onder vader en moeder, die zijn heel erg beschermend. Mijn broer helemaal, zeg maar. Ik denk ook dat met optreden dat toch ook wel geholpen heeft. Dat ze niet zo bleu overkomt en ook voor de eigen opkomt. En dat is een telefoon. Ja. 11, 13, 15, 20, 30, 40, 50. Ja, ja. Oké, dankjewel. Tasje eromheen doen. Shalali, shalala, shalali, shalala. Tja, zo gaat het ongeveer. Shalali, ja, ik vond het arrangement tot aan de langzame kant, het tempo gewoon. Erg 1975, eerlijk gezegd. Ik weet wel dat ik niet zo mooi ben
als Leonardo DiCaprio. Maar ik vind als je een passie hebt en een talent hebt, moet je die gebruiken. En dat is voor mij natuurlijk het zingen. Dit is Rutger. Hij woont bij zijn opa en oma in Tiel. Misschien dat hij toch nog wel een keertje doorbreekt op een of andere manier. Ik doe wel zo of zo wat als hij aan het zingen is natuurlijk. Want hij let wel een klein beetje op mij hoor. Op zijn 12e neemt hij al zijn eerste single op. Onder de naam Gewoon Rutger zorgt hij voor gezelligheid op verjaardagen en in voetbalkantines. In 2008 komt er zelfs een eerste album uit. Met eigen nummers. Mijn hele lichaam is van slag. Dit is voor mij de mooiste dag. Ja, de muziek die zweet me op. Het nummer Was het een droom wordt een echte hit. Maar serieus genomen wordt Rutger nog niet. Mooie haren, lang en blond. Je bruine benen strak ik kom. Hij verandert zijn naam van Gewoon Rutger in Rutger. Dat klinkt toch minder gewoon. Breda, wat zingen we dan? Ja, 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 Breda. Zingen we met z'n allen. Sorry, met zijn nieuwe naam volgt ook een nieuwe single, Helena. Rutger is nu op zoek naar een baan, maar toch eigenlijk ook weer niet. Hij voelt het namelijk overal. Ik dans niet dat wat onmogelijk leeft. Dit jaar zit hij heel dichtbij. Oh, oude man hier. Het succes. Ah, oh, klinkt goed hè. Bril even af. Oh ja. Magnet op. Wel makkelijk. Ja. Yes? Ja. Heb ik nou geen cirkel rond het gezicht? Jawel. Okay. Maar er valt zo. Oké. Zo. Kun je erbij om onder. Lekker. Jij geeft gewoon een seintje, neem ik aan. Oké. Okay. Ja, mijn vorige cd-presentatie, dat was helemaal super. In een klein cafeetje, en dat was eigenlijk te klein. En nu in een hele grote zaal. En ja, die begint nu ook al aardig vol te lopen, want er komen alweer mensen aan, zag ik net. Dus, Arjaan! Hey, jongen. Hey, leuk. Super. Oh, dat zijn ze. Alsjeblieft. Dankjewel. Hoi, leuk. Dankjewel jongen. Woe! Dit is echt een avond voor allerlei artiesten. Ik vind iedereen verdient zijn promotie. We moeten allemaal ergens beginnen. Ik ben ook onderaan begonnen en ja, we moeten allemaal elkaar een beetje helpen in deze wereld. Ik heb het fout gedaan. Kijk, hier gaat het allemaal om. En we hopen natuurlijk dat hij gaat worden en gaat brengen wat ik hoop dat hij gaat worden en gaat brengen. Ja, een opstapje naar de goede weg. En we hebben een woonboot. Hey. Hey Stef. Hoe is je jongen? Ja, goed, super. Goed? Ja. Ja, doe maar, meneer. Nou. Ja, daar staan we weer. Ja. Oh, ja, super. Leuk. Ja, superleuk. Hey, ja, dat is het. Nou, ik denk niet eens dat ik hoef te vertellen wie er naast me staat. Hij is van de woonboot natuurlijk. Iedereen kent dat liedje wel. Ik nou, niet. En we hebben een woonboot. En er ligt in de Amstel. We hebben een schuitje. Het is ons ideaal.
is voor mij zogenaamd een verrassing, maar ik wist het al, want ik heb het zelf gevraagd. Geef een davend applaus voor Stef Eckel. Zo, goedenavond allemaal. Rutger, waar ben je, jongen? Surprise, surprise. Ja. Kaas erbij. Ja, ik zoek een beetje het kaas niet zo gauw droog worden. Nee, nou, dan heb ik hier een hele lekkere. Is deze goed? Ja, het wordt niet hard, het wordt niet droog, maar niks. Die ligt gewoon lekker erin. Is het een jong belegen of oud belegen? Proef ze maar, het is een boerenbelegen, is die wat het heeft. Ik vind niet veel smaak aan. Dan pak ik hem iets bitter, maar hij is nog koud, hè? Hij heeft helemaal gekoeld gelegen, maar dan wel een beetje smaak komen. Ja, hij is wel koud. Dan heb je nog iets anders. Ik heb nog iets bitter zelfs. Volgens mij was zij degene die ooit verloren heeft van de andere Nijmeegse zangeres. Dat wekte ik ervan, volgens mij. Nou, de laatste tijd heb ik niet zo gevolgd. Maar toen ze pas voor het Songfestival het zo was. Ja, ik ken er al van hier natuurlijk. Maar. Ja, daar heb ik al van gehoord. Ja, ons zangmeisje, zeggen we altijd. Peggy heeft al heel veel pogingen gedaan om door te breken. In het laag heeft ze niet zoveel volume. En naarmate het liedje, dat heb ik net opgeschreven, naarmate het nummer aan het eind komt, wordt het minder zuiver. Ja. Dus het lijkt wel of het op een gegeven moment op is. Tja, zo gaat het ongeveer. Opgelucht? Ja, enorm. Het ging gewoon hartstikke goed voor mijn gevoel. En ja, gewoon daardoor ben ik opgelucht dat het echt goed ging. Dus je bent helemaal tevreden? Ja. Gelukkig. George, ben jij ook tevreden? Nou, eigenlijk niet zo, eerlijk gezegd. Ja, moet je luisteren, hebben mij gevraagd om streng maar rechtvaardig te zijn. Dat doe ik ook. Ik ben eerlijk vanavond. Enige keer in mijn leven, maar goed. Ja, ik vond het, het arrangement tot aan de langzame kant, het tempo gewoon. Een beetje erg 1975, eerlijk gezegd. Bij mij is het gewoon een geval van, ik denk net pech hebben. Want ja, met het Songfestival vis ik net achter het net. Ja, eerst natuurlijk had je natuurlijk de grootste dromen wilde en dit en dat. En ja, maar dat is voor Ben niet, ja, dat is toch voor mij heel weinig weggelegd. En ja, wie weet, misschien wel, misschien niet. Maar ik heb het in ieder geval, als het echt niet lukt, dan heb ik het toch in ieder geval geprobeerd. Meneer gaat het weg brengen. Dat is lekker, hè? Zal ik zoiets doen? €4,85, dank u wel. En 15 cent terug, alstublieft. Gaat het zo mee? Ja. Wens ik u fijne paasdagen. Hetzelfde. Dank u. Ze zingt de sterren van de hemel, alleen ja, anderen begrijpen dat niet zo goed. Tenminste nog niet, maar dat komt nog wel. Op dus bepaalde afwijzingen of wat dan ook. En dat noemen jullie dan teleurstellingen, maar wij noemen dat geen teleurstellingen. Dat is alleen maar een punt om het nog beter te doen en nog sterker voor de dag te komen. Zet gewoon een talent ervoor, zet de uitstraling ervoor. En, ja. Dus waarom niet? Ergens wil je het wel alleen maar op het zingen gooien natuurlijk, maar... Als het allebei kan, ik zou het nog best, want het is natuurlijk een familiebedrijf. Ik zou het nog best over willen nemen. Dat zou ik helemaal niet erg vinden. Het is gewoon leuk werk om te doen. Maar toch in ieder geval, ik heb in ieder geval een backup plan, laat ik het zo zeggen. Alsjeblieft. Fijne paasdagen. Dank u. Er is toch altijd iets wat mij... Zeg maar een soort licht aan het einde van de tunnel. Dat is er toch altijd nog. Dat ik altijd nog iets zie van, hé, maar... Het zou nog best kunnen lukken, want dit en dat. Het is echt, bij mij is het altijd na regen komt zonneschijn. Oh, is er nog een kapstok? Wat een luxe, hè? Ik heb de verkeerde oorbellen meegenomen. Ja, dat ziet er dus niet uit, hè?
wij verwachten, of ja, hopen, verwachten, dat wij dit jaar nog meer optredens hebben natuurlijk als vorig jaar en mooie grote feesten erbij hebben. Een droom zou toch wel kunnen zijn dat je nog één keer weer die knaller maakt, die ene hit waarvan je zegt van yes. En dan alles 's nachts na tweeën, echt weer zo'n knaller waarvan je zegt van nou, dit zijn Mulder en Mulder. 'S Nachts na tweeën, trouw niet voor je 40 bent. Willem Mulder had 30 jaar succes als een van de havenzangers. Maar de havenzangers gingen uit elkaar. Toch werd dat niet het einde van Willems carrière. Met zoon Wesley erbij ontstond het duo Mulder en Mulder. Je bent voor mij de mooiste, je bent mijn nummer 1. Korte dagen, lange nachten, het leven is te mooi. Met jou alles beleven, lieve schat, ik ben je prooi. Come on. Hun singles zijn echte meezingers. Wesley had eigenlijk nooit verwacht zijn zingende vader te gaan volgen. Hij is springruiter en heeft een eigen paardenstal. Maar mijn vader zegt altijd, goede zangers zijn er wel genoeg in Nederland. Maar artiesten zijn er maar weinig. Dus combineert Wesley nu de paarden met optredens door het hele land. Van het paard naar het podium en weer terug. De Apeldoornse vader en zoon Mulder schrikken nergens meer van. We gaan een feestje bouwen, hè? Is goed. Ja? Is het goed? Gezellig. Gewoon de andere kant op. Mensen die hem kennen van de havenzangers, maar dat kan ook niet anders. 30 jaar heeft hij dat gedaan. Maar ook wel heel veel, wordt steeds meer dat ze eerder riepen ze altijd havenzanger in het begin. En nu roepen ze heel vaak van, yo Mulder! Dus dat is wel goed natuurlijk. Ja. Ze moeten natuurlijk niet, ze hoeven niet te vergeten, maar het is wel goed dat ze weten dat het nou Mulder en Mulder is. Het gevoel blijft hetzelfde. Alleen we staan nu natuurlijk samen met je zoon optreden. Dat is natuurlijk op zich al een apart gevoel. Ik heb 'S Nachts na tweeën natuurlijk heel vaak gehoord vanaf langs de kant, zeg maar. En we hebben hem nou opnieuw opgenomen en ook gewoon een beetje meer van deze tijd gemaakt. Natuurlijk willen wij graag dezelfde grote dingen doen weer als de havenzangers, maar tijden zijn wel veranderd en het gaat allemaal heel anders nu. En nou ja, wij gaan er wel, voor mij is het natuurlijk normaal, maar hij gaat er wel heel goed in mee, vind ik. Dus country dance, cheerio, licht geluid, schudden, de koster, korte dagen, Bossie, alarmfase rood en ja. 'S Nachts na twee. That's a wrap. Zo. We gaan een feestje bouwen, hè? Is goed. Ja? Is het goed? Gezellig. Gewoon de andere kant op. Contact met het publiek hebben, want als je er staat en het valt niemand op dat we er staan, dat is ook niet goed. Dus, nou ja, goed, wat is flirten? Maar hier, de mensen die vragen wat of die willen wat. Ze willen dus verder. Bent, dus wie ben aan het flirten? Nou, oké. Okay. Ja. Hij is gewoon aan het flirten. Hou, hè? Het durf niet te zeggen, maar hij is gewoon aan het flirten. Ja. Mama, hij is gewoon aan het flirten. Ja. Maar goed, Wesley was erbij, dus. Kan er is niks aan de hand. We zijn altijd zijn we onder controle. Ja, 'S Nachts na twee. Bij elkaar. Waarom niet?
Goedemorgen. Ik ben verliefd. Ga eens achter elkaar staan. We doen het even voor de mensen die het nog niet gesnapt hebben. Je legt de arm bij de buurman, buurvrouw. Op de schouder. Nergens aan zitten. En dan gaan we nog één keer knallen. In de Polonaise met slags. Na tweeën. Yeah! Ik probeer zo min mogelijk op de voorgrond te treden, maar ik probeer wel zoveel mogelijk haar te begeleiden. En dat zijn ja, van chauffeur tot het op internet downloaden van orkestbanden, het verifiëren van de boekingen en dergelijke. En dat vind ik leuk. Ja, dat is iets wat wij toch meegegeven hebben. Als je een talent hebt, dat je er vol voor moet gaan en dat je daarvoor misschien wat dingen moet laten. Ja, en dan proberen om het hoogst mogelijk te bereiken voor jezelf. Ik vind zelf wel dat ze een talent heeft, anders hou je het niet lang vol. En kom je ook in bepaalde genres, kom je niet verder als dat je nu eigenlijk bent. Dus je gaat eigenlijk gezegd een beetje toch het professionaliseren van je eigen talent wat je hebt. Oké, ja, perfect. Ja, perfect. Is het een beetje te horen? Het is hier, ja, ik zal even... Jawel, ik kan het wel goed horen. Een beetje gauw erop hebben. Doe het. 1, 2. Ik vind het prima. Ja. Ik kan het goed horen zo. Er zijn nog een paar kleine kantjes die een beetje geslepen moeten worden. De performance misschien nog een beetje, her en der. Ja, en zanglessen gaat ze nog steeds naartoe, want dat vindt ze veel te leuk. Maar ook bij de zangles hoor ik nog steeds dat er toch nog wel dingen bij zijn waarvan ze dan denken, oh ja, ja, daar moet ik op letten of daar moet ik op letten. Pak jij met me? Met me mee? Ja, graag. Kan ik me ergens omkleed vallen? Ergens tussen het bier. Meestal bij de dranken of zo, ergens waar een ruimte is. Ik probeer ook altijd 9 van 10 keer wel al gewoon mijn optredenkleren aan te hebben. En gewoon, stel dat ik meerdere optredens heb op een avond, dan kleed ik me gewoon even tussendoor nog even gauw om in de auto of gewoon met volgende optreden. Oh, is er nog een kapstok? Wat een luxe zeg. Ik zit nu nog een beetje in het levenslied, het smartlap. En dan hebben ze me ook altijd, ja, hebben ze ook altijd tegen me gezegd, als je beroemd wil worden, dan moet je daarheen. Maar ik heb daar gewoon nooit echt mezelf in kunnen vinden. Ik ben gewoon veel meer voor de up-tempo, dansmuziek, richting Anita Meijer en Gerard Joling en dat soort dingen. Dat vind ik gewoon veel leuker. Maar ja, als de mensen het willen, ik kan niet altijd doen wat ik wil. Die riem vind ik lelijk. Ik vind het mooier met deze broek. Ik heb de verkeerde oorbellen meegenomen. Ja, dat ziet er dus niet uit, hè? Carnaval hoort de Polonaise bij, hè? Maakt me niet uit hoe. Ga eens achter elkaar staan. We doen het even voor de mensen die het nog niet gesnapt hebben. Je legt de arm bij de buurman, buurvrouw. Op de schouder. Kijk, we hebben nu de klompen waren natuurlijk. Nu gewoon schoenen aan en een mooi jasje erbij aan. En ja, goed. Zo hoort het wel, vind ik. En
Nou, 's nachts naar twee zingen, ja, die doet het altijd, overal. En dan gaan we nog één keer knallen. In de Polonaise met 's nachts naar tweeën. En wat mij opvalt is dat mensen die nog jonger zijn als ik, ja, die, waarvan dat liedje eigenlijk al lang voorbij is gegaan, ook dat liedje nog steeds kennen en heel hard meezingen. Dus als ik dat kan bereiken, dat ze over 30 jaar dan heel hard nog Cheerio zingen of zo, dan is dat wel goed geweest, denk ik. Wat doe je nou? Je moet wel doorgaan, anders dan vertel ik alles aan je vrouw. Wij s'nachts naar tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden. En weer naar boven waar we trouw beloven, dat wij vaak weer slapen gaan. Ja, ja, s'nachts naar tweeën, dan komt de dag hier altijd naar. We begonnen goed en in het midden hebben we mooi wat verschillende dingen gedaan, wat dansbaas en een beetje springen en aan het eind allemaal in de Polonaise en dan sluit je af met voor mijn gevoel het grootste feest van alle liedjes, zeg maar. Dus dat, ze onthouden meestal altijd de laatste dingen, dus dat was goed. Het was warm, maar wel een feestje. Zo, heb je nog iets van meegekregen? Of, genoeg. Genoeg? Druk lekker door, zeg maar. Succes nog vanavond. Tot ziens. Dag. Hier in de buurt op dit moment op een afstand een straal van 20, 25 kilometer drie of vier streekfeestjes worden gegeven. Ja, dan op een gegeven moment gaan de mensen toch een keuze maken. Ja, natuurlijk baal je altijd als er weinig mensen zitten, maar of er nou 5 man zitten of 5000, ik ga toch proberen ja, die mensen een leuke middag te bezorgen in ieder geval. Dus ik ga gewoon mijn best doen. Ik heb ook liever dat ze voor, ik zit ook liever met mensen op het terras. Waar het echt gezellig en lekker druk is. Maar ja, goed, het is niet anders. Daar kun je niks tegen willen. Ik ben een keertje naar Groningen gereden waar 6 man zaten. Maar ja, daar doe je niks aan. Je gaat gewoon zingen en je hebt maar gewoon. Ja, je hebt maar goed. Ja. Ik bedoel, ik ben gewoon al blij dat ik optreden heb tegenwoordig. Want we gaan allemaal zo in deze crisistijd. Het is toch allemaal een stuk slechter met optredens. Dus ik ben al lang blij als ik ergens mag optreden. Ik wil natuurlijk een fantastisch applaus voor niemand minder dan Peggy Mays! Goedemiddag allemaal! Staat hij aan? Hij staat niet aan. Nu? Ja, hallo! Goedemiddag allemaal! Shalali, shalala, shalali, shalala, gaat niet uit mijn kop. Om een beetje beschaafd te blijven, ik denk dat het met een gunfactor te maken heeft. Talent is aanwezig, alleen moet wel gegund zijn. Nou, sommige momenten denk ik wel eens van, maar dat is niet alleen bij haar, maar dat zijn bij meer collega's van haar. Ja, die op dat moment eigenlijk zegt, ja, wat mindere middelen hebben om het doel te bereiken. Ja, en dan wordt het vaak een ondergeschoven kindje. De aanhouden wint. Ik denk dat er andere tijden gaan komen. Ik denk dat mensen zich meer gaan bewust worden van het feit van, dat het niet puur alleen maar om het zingen gaat, maar ook de manier waarop je het beleeft. Ja, en dat denk ik toch dat zij daar een grote kans in maakt. Tja, zo gaat het ongeveer.
ze kopperen? Waar mag ze kopperen? Maar dat komt allemaal wel goed. Ik zie jullie beneden. Oké. Kom. Het is voor mij een zogenaamde verrassing, maar ik wist het al. Want ik heb het zelf gevraagd. De zaal wordt helemaal donker. En dan starten we het intro van Stef in. En dan is het zogenaamde verrassing voor mij. Want ik sta bij mensen aan de tafel te praten en in één keer gaat het licht uit. En dan overhandigt hij mij dus het eerste exemplaar en ik weet daar zogenaamd niks van. Ik weet ook niks van het bestaan van de single zogenaamd, dus dat is wel heel erg leuk. De vrienden van mij die hebben dat ook als verrassing willen doen, maar ik zeg, nou, ik ken hem dus ik regel het zelf. En dan is het net of het van hun afkomt. Kijken of ik een beetje kan acteren, ik denk het niet, maar... Weer een ander vak, hè? Ja, dat is weer een ander vak. Ja. Ja, geef ik jou wel een seintje. Ja. Geef ik wel een seintje aan Gerrit. Een nummer van tevoren. Een nummer van tevoren. Geef ik Gerrit een seintje en dan komt het goed. Ja, kan ook de oortjes en alles in. De oortjes en de kastje hier bij. Ik ben beneden, mensen. Ik doe net of ik niet weet. Ja, wel dat ik er ben, maar ik weet het zogenaamd niet. En vandaag kunnen jullie het zelf meemaken. Geef een daverend applaus voor Stef Eckel. Zo, goedenavond allemaal. Wauw. Is het een beetje gezellig? Gelukkig maar. Rutger, waar ben je, jongen? Surprise, surprise. Ja. Hoe is het? Ja, goed. Hallo. Ik hoop dat wij een leuke verrassing hebben, tenminste wij. Ik weet dat je één doel hebt en dat is om heel ver te komen met de muziek. En zoals ik het gezien heb tot nu toe, gaat dat hartstikke goed. Maar, dames en heren, waar we hier vanavond voor zijn, jouw muziekvriendenclub, en dat zijn er te veel om op te noemen en ik ben bang dat ik anders namen ga vergeten, die hebben het mogelijk gemaakt om heel stiekem mij te benaderen, hier naartoe te laten komen, ja. En jou je nieuwe single te mogen overhandigen. Ah, dat kan niet. Een nieuwe single, omdat het zo mag zijn. Wow. En ik hoop dat het een single wordt waar er maar al te veel van verkocht van gaan worden. Dat het een heel groot succes mag worden. Rutger, ik ga je feliciteren met je nieuwe single. Dankjewel. En ik hoop dat het kan onder luid applaus van de dames en heren die aanwezig zijn vanavond. Dank jullie wel. Wow. Stef, hartstikke bedankt. Hartstikke bedankt. Oké dan. Wat een verrassing. Wow. Wonderen kunnen bestaan, al ik zo'n wonder zo ver bij mij vandaan. Is een totaal ander nummer. Wel de Griekse klanken die ze van mij gewend zijn, die heb ik erin gehouden. En ik hoop echt dat dit het gaat worden. Want, ja, dat hoop ik echt, want het is echt mijn droom om mensen iets duidelijk te maken. En dit is een heel mooi verhaal en een heel duidelijk verhaal. En ik denk dat de meeste mensen zich wel in dit verhaal kunnen plaatsen, denk ik wel. Liefde zonder fantastisch. Volgende week in Ik geloof in mij. Hey mannen, goedenavond. Nou, dit is mijn biljartclubje. Dit zijn mijn vrienden. Ik hoop dat je net zo vrolijk bent als je ze dadelijk verloren hebt. Ja, ze hebben natuurlijk heel veel mooie en goede dingen gedaan. Maar op een gegeven moment toen ik in groep 7-8 zat. En dan blijft het natuurlijk toch een man met een buwe kiel aan en klompen aan.
Ik wil dat podium opstaan. En als iemand belt, kun je komen zingen de hele avond? Ja, dan doe ik dat graag, natuurlijk. Ik wil zingen, ik wil het publiek gaan vermaken.